Er zal op korte termijn een oplossing moeten komen in de officiële erkenning van de traditioneel gekozen kapitein en bashas van het dorp Powaka. Het nieuw gekozen bestuur wordt onthouden van de taken en bevoegdheden. Vandaag is het bestuur samen met de organisatie van samenwerkende inheemse dorpen in Para, Wanica en Komowijnen, OSIP, en de vereniging van inheemse dorpshoofden in Suriname, FITS, getogen naar het kabinet van de president om hun misnoegen te uiten over de toekenning van de beschikking aan het traditioneel gekozen bestuur. De spanningen in het dorp Powaka tussen het traditioneel gekozen nieuw bestuur en het gewezen bestuur zijn hoog opgelopen. Omdat we voor het laatst op 16 juni vorig jaar gesprekken hadden waarbij hij aan het wachten was op advies vanuit Ros. En dat is gebeurd, maar daarna hebben we niets meer gehoord. Maar intussen blijven de ontwikkelingen in het dorp stilzitten en aan de gewezen kapitein pleeghandelingen omdat ze nog een beschikking heeft. En dat kan niet zo doorgaan en dat zorgt voor spanningen in het dorp. Dus we zijn gekomen om te zeggen hoe groot het nood is om daarin een oplossing te brengen. Zoals het daarop nu lijkt, is dat de beschikking van de gewezen kapitein wordt ingetrokken. En de handelingen worden stopgezet. En van de week dan worden andere zaken ook in orde gemaakt ten aanzien van de aangewezen dorpshoofd van Powaka. Kapitein Merian Sabayo heeft nog steeds administratieve bevoegdheden in het dorp, omdat de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden. Merian had Sergio voor het gerecht gedaagd, omdat ze het niet eens was dat hij in december 2022 is aangewezen als dorpshoofd. Op 4 december 2022 is Sergio Sabayo ingewijd tot de nieuwe kapitein van Powaka. Samen met de directeur van het kabinet van de president, Ajay Monsi, veiligheidsadviseur van de president, Humphrey Chelipshi, en bestuurskundige Patricia Meulenhof is er spoedoverleg geweest. Vorig jaar zijn er gesprekken gevoerd in juni, waarbij er op advies van de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport een besluit genomen zou worden over de beschikking aan Sergio Sabayo. Volgens de veiligheidsadviseur zal er spoedig gewerkt worden aan een oplossing om de rust in Powaka te bewaren. Het ligt aan de regering om een besluit te nemen. Feit is wel dat de manier waarop de situatie voortduurt nu heel ongezond is. Dat er nu de knoop wel doorgehakt moet worden. De directeur heeft namens de regeringsdelegatie aangegeven dat binnen een week terugkoppeling zal plaatsvinden met de delegatie van de FITS, OSIP en het gekozen dorpsbestuur.